Gelukkig was het niet opgenomen. Hi YouTube! Hoi YouTube! Hi. Gezellig dat jullie erbij zijn op deze livestream van 9 juli om 10 over 9. We zijn met random encounters bezig, hopelijk dat we een evolutie tegen kunnen komen. We beginnen met een giraffarig. Die om wil draaien. Ik hoorde een joke net maken. Booter! Oké, we zijn alweer een spinnerik tegengekomen. Als we dus nog één keer dezelfde Pokémon tegenkomen, gaan we naar de volgende route toe om hopelijk daar een evolutie te vinden. Ik wil in deze livestream... Alsjeblieft, mag ik deze livestream een evolutie vinden? Alsjeblieft! Ja, mag. En dan wel een nieuwe. Zeg ik er even bij. Dat mag niet. Oh. Nou, het is weer een spinnerik die we tegenkomen, dus ik denk dat we beter kunnen gaan naar een andere route, jongens. Gloeiende cola! Het mag wel. Eén encounter. Wat het gaat gebeuren is de andere vraag. Jolus! Het mag wel, maar het hoeft niet. Hey, Groudon, nieuw Pokémon, maar niet wie we zoeken. Ja, het probleem is, de notificatiegeluiden die zijn aangepast op smartphones, en daarvoor ken ik dus niet dezelfde notificaties als die ik eerst altijd had. Dus, het is zelfs zo erg dat gewoon hier de bunnies ervan beginnen te graven, zo erg is het. Nou, wij gaan gewoon naar de route... We gaan gewoon naar de legendarische route waar je vroeger eigenlijk Bill kon halen. Of waar je vroeger Mew kon halen. Mew? Mew. I got Mew too. Nee, echt Mew. Er was namelijk... Ja. De ene zeggen dat het nog een glitch is, maar de andere die zeggen dat het juist eigenlijk legit is. Ja, weet ik, maar I got Mew too. Het is daadwerkelijk een glitch. Je krijgt wel echt Mew, dus je krijgt geen Miss Signo of zo. Je krijgt echt Mew. En het breekt het spel niet. I got Mew too. Maar je hebt daar wel iets vergelijkbaars, net als de manier hoe je Miss Signo krijgt. Je zit namelijk met de datacodes te spelen om een Mew te kunnen krijgen. Gloeiende code! Ook met de datacode speelt, waardoor je Miss Signo, want dan speel je met een datacode die niet bestaat nog. Heel interessant. Maar hier kon je Mew krijgen. Jongens! Hey! Nou is het genoeg. I got Mew too. Ik kon mezelf nog niet eens meer denken. Maar ja, ik denk ook nooit. Ik weet het, maar... Als niemand mij bevestigt, dan kijk, dan blijf ik doorgaan. Ah, dit vind ik wel zo mooi. Ha, I'm so happy. Dat ben ik, de Bro-fan. Ja, Robinski die zit te veel met sound effects te spelen. Weet je wat, we gaan gewoon even kijken welke Pokémon kunnen we tegenkomen in route 4. Jolteon! 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 Jolte... Alweer water! Waarom komen we overal dezelfde Pokémon tegen? Het is een randomizer, verdorie! Ixion. Nou, het is toch heel random als je een Pokémon verwacht en hem niet krijgt. Ja. Ja, maar ik heb geen zin om de hele tijd een waterkip tegen te komen. Of een Numel. Gaan we nog wel Misty bevechten? Nee. Ja, maar dan moeten we eerst eventjes Misty lastigvallen, want die is samen romantisch bezig bij Bill. Bill. Ik denk dat die alles is, hè? Dus informatie in zijn Pokémon's. Oké, nou, we hebben hier twee verschillende Pokémon tegengekomen en ik weet dat er meer zitten, dus kom op, schijn nou eens uit met die... Oké, dat is een Yanma. Hartstikke leuk. We don't care about a Yanma. We hebben nog steeds pas 4 evoluties met veel pijn en moeite. We zitten ondertussen al in Kanto. Ik wil nu de rest vinden. 3 weken later. Nog steeds geen evolutie gevonden. Dit was een vervelende, dag voor zeep. Ah, ik ben hier. Ik sta hier bij een grot waar zeep eigenlijk al 3 weken is vermist. Onderzoek het toon aan dat hij misschien, Ik vind zelfs nog meer Eevees in Pokémon Go. Fight. Fatality. Oké, nou, 3 Pokémon. Kom op, ik wil op zijn minst 5 willekeurige random Pokémon zien en de volgende... Nee. Dus we hebben Yanma, Nummel en Waterkip. Waterkip. Well. Kom op. Op elke route vind je meer Pokémon. Ja, Blob is geen Blobkip. Een Blobkip?
Nee, Blobfish. Iemand noemt mij Blobfish. Waarom weet ik ook niet. Blobfish? Blobfish. Ja. Ja, maar dat is raar. Ja, omdat jij Blob heet. Ja, ja, maar het is gewoon Blob, meer niet. Ja. Ja. Waarom ook die hij vrienden? Is meneertje Blob en samen met zijn vrienden kun je hem altijd in mijn livestreamje vinden. Oké. Sorry. Dit hier is Robin, hij praat en praat en praat. Dit hier is Erik en die fluit toch heel erg raak. En ik haal de dingen uit. En heb je ook nog een ooit. Die heb altijd weg. En nu is je hem afgelopen. En ik ben een zeepie en ik ben hier strakjes weg! Oh, kijk nou toch eens, we komen Kradeli te... Ik heb het al helemaal gehad met deze route. Oh, trouwens, ik heb jullie het nog niet verteld, maar ik heb Glaceon. Die heb ik Shadowball gegeven. Dat vond ik heel erg belangrijk. Dus, mag ik er alsjeblieft... Mag... Livion! Maar ik heb Livion al! Recyclen. Oké, dus daar konden we Livion vinden. Maar we hebben Livion al. Van alle evoluties, echt serieus. Ik wil graag een nieuwe tegenkomen. Dit is al de derde locatie waar dat we Livion tegenkomen. En je bent gewoon niet blij dat je een Livion... Ik ben hartstikke blij dat ik weer een Livion tegen ben gekomen, altijd. Oké. Okay, oh ja, hier kun je geen vishengel gebruiken, want dat water is niet waterig genoeg. Oh ja, dan moeten we die Eldenbrug doen. Of... Ik noem het automatisch die Eldenbrug, ik weet ook niet waarom. Just keep going, thank you, no need to spoil, bla bla. And can you leave us alone? I am Bill. Oké, never mind. Route 25. Route 24. Alweer Cresselia. Oh mijn god, echt. We komen meer legendaries overal tegen dan evoluties. Het is gewoon niet leuk meer. En ik... In mijn testrun, dat vond ik zo grappig. In mijn testrun had ik gelijk een Eevee, een Vaporeon en een Flareon in de eerste route. Erik, de vraag iemand wie Mumei is. Ik ben Mumei. Het is trouwens Erik met een C. Ja, net zoals een Erika's. Nee, Erika. Oh, ik vind het erg fijn dat jullie me een hengel met Luck of the Sea willen geven. Maar ik heb liever niet Luck of the Sea, want dat verlaagt de kans op vissen. En ik wil alleen maar Magikarps krijgen. Ik wil helemaal geen treasures. Je hebt wel geen treasures? Erik of Erika? Nou, bij First Look was het Erika. Ja. Volgens mij was het Robinski. Ah ja. Hey Leroy, volgens mij zijn we wel veilig. Ja, we zitten heel veilig hier. Nou nee hoor, ik vind jou eigenlijk meer een elektrabus. Een elektrabus. Ja, nee, gaat goed joh. Ja. We hebben ook nog onze Blobfish. Nou nee, ik bedoel, als je namelijk elektrabus, hoe dat hij praat, dan krijg je... Ja. Ja, ik denk dat wij even... Volgens mij moeten we maar hun even met rust laten. Ja. Oh kijk, Pokémon Go! Hey, wat leuk, vertel. Ga er wat over vertellen. Pokémon Go, ja leuk man, vertel! Kom op, niet te snel, schrijf mee! Rustig aan, we schrijven mee. Rustig. Spanning. Sneller! Hey, geen paniek! Ik kan niet meer, help. Ah, komen hier nou echt helemaal geen andere random Pokémon? Zeg eens, ik ben er hier ook maar drie. Ik ben er hier maar 3 tegengekomen, wat is dit? Mijn opa had ook een vriend die Erika heette. Alleen dat deden ze bij het politiebureau. Dialga! Oh, dit is al de 10e plek waar ik Dialga kan vangen. Is Dialga hier de Rattata of zo? Ja. De nieuwe Meta. Hallo, mijn naam is Meta. Ik ben eigenlijk een mon. Ik heb zoveel meegemaakt. Maar eindelijk ook mee spelen in dit spelletje. Beste Smikkeltje, dat is eigenlijk van Bertje Vis. Niet van Jochem Meijer. Sorry to disappoint you. But enough. Oh, en een Turtwig. Ook alweer een nieuwe, of een Pokémon die we al eerder zijn tegengekomen.
een van de beste grastype starters. Nee, dat is Leafeon. Nee, Dirtquake. Nee. Ja, een van de beste grastype starter Pokémon is Leafeon. Nee, Bulbasaur. Nee, Leafeon. Bulbasaur. Leafeon. Bulbasaur. Leafeon. Bulbasaur. Leafeon, ontelbaar. Cyndaquil. Leafeon. Huh? Maar dat is niet eens gras. Nee. Leafeon is wel een grastype. Ja, ik zeg het tegen mama. Mij zei Cyndaquil. Ja. Wie zei Cyndaquil? Oh, Robinski. Ja, maar die is dronken. Ik ben 15, ik mag geen eens drinken. Hoe ben jij dronken geworden? Je mag wel drinken. Schaf uit! I will sue jouw neus. Just do it. En op de hengel komt ook wat geluk. Leafeon is je starter, jawel. Nee, zie je, de mensen zijn ook niet mee eens. Leafeon is een degelijke starter hoor. Heel goed, Smikkeltje. Leafeon was onze starter. Helemaal niet. Dat is wel waar. Hij is niet mijn starter. Want Leafeon is de eerste evolutie die we tegen zijn gekomen in deze randomizer. Ja, als je het zo bekijkt wel. Dus? Ja, Leafeon is een starter. Ja, maar welk Pokémon ben je begonnen? Leafeon. Huntail. Nee, Leafeon. Huntail is geen evolutie. En dit is een Eevee run. Ja. Ja, maar we zijn begonnen voor die Eevee run. Vandaar dat we nu ook besloten hebben dat alle andere Pokémon niet gebruikt worden in battles. Dat gaat om de Eevees en de evoluties. Oh. En dan komen het waarschijnlijk nou in de YouTube terecht van je maar in het begin had je helemaal geen evolutie gebruikt die andere Pokémon. Ja, omdat we nog geen evolutie hadden. Ah, die gestolen fiets. Vergeet niet hè, we hebben namelijk... Hoezo gestolen? Ja, ga verder. Leroy, heb je iets te kennen? Ja, iets in de fiets. Vertel, je doet het goed. Hij op die fiets. Maar goed, in ieder geval, Pokémon League hebben we dus met 4 Pokémon weten te behalen. En daar hebben we onze game over niet gehad. Het is die stomme Stink Lieutenant Surge. Wie noemt de gaan dan weer een Stink Lieutenant Surge? Verdorie! Zal ik eens eventjes weer mijn container op je afsturen met zijn hoornbril? Maak je helemaal kapot! Hey, achtervolgt ons echt altijd, hè? Ja, ik word echt moe van. Wacht even, hebben we niet ergens hier een radio liggen waar hij doorheen zit te schreeuwen? Moeten we wegdumpen? Nee, dit keer achtervolgt hij ons. Het is geen radio, helaas. Nee. Het is een telefoon. Flareon, gebruik je vlammenwerp op Lieutenant Search. Nee, vandaag doe dat niet. You lose. Kijk deze. Wat een leuk karakter. Wetenschap de bracht. Ja, inderdaad. Sterkte. Sterkte Enzo. 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 Slash. Enzo. Nee. Ah, Leafeon's return is echt heel erg sterk. En dat komt gewoon omdat Leafeon heel erg veel van me houdt. Awww. Vergeet niet, hè. De... Returns kracht is namelijk op hoeveel Pokémon of hoeveel je Pokémon van jou houdt. Happiness. Dus die gelukkiger is, dan is hij al veel groter. Hoe hoger zijn happiness, hoe hoger de attack. Tot een max van 102. Oeh. Oh mijn god, het is een Fampi! Oké. De blauwe gym is hier neergehaald. Hoera! Nou, momenteel is er nog niemand die hem geclaimd heeft. Claimen. Dus misschien ga ik heel snel daarheen en hem zelf claimen. Nou, ik denk dat er wel iemand bij staat die hem net neer heeft gehaald. Nou, waarschijnlijk zal hij heel snel van eigenaar wisselen, maar als er maar één persoon is, is hij heel makkelijk voor mij om over te nemen. Precies, match car. Ik zou als ik jou was. Do it! Do it, guys. Yesterday, you said tomorrow. Of beter wacht je tot morgen, dan krijg je hulp. Nee! Wacht. Kijk chill naar ZP20, dan word je vanzelf beter. Ja, kijk chill. Hoe wil je chill kijken? Gewoon zo. Je weet zelf. Gewoon lekker liggen op je stoel, man. Je weet zelf nog. Yo man, je moet gewoon heel erg relaxed zijn. Gewoon staren in de verte. Ja.
Like just look into the distance. You'll find your way. If you can be strong. Like you just don't care. Die hoef ik niet te horen, Robinski. Count it in Stoutland. Stoutland, it's super effective. Jeuk in mijn oor. Oké, okay, nou we hebben hier op route 25 hebben we weer nieuwe, hopelijk... Jolteon, Umbreon, Moltres. Oké, dus we gaan weer een Moltres weggeven, getal onder de 10. Degene die hem niet heeft, die weet wel, die niet dat game heeft of de Moltres al heeft, mag niet meedoen. Hoor je dat, Robin? Mooi. Zeeslag. Getal onder de 10 wil je Moltres winnen. En... 21. Getal onder de 10 voor een Moltres in ieder geval. Dan ga ik hier even kijken naar de andere random encounters. Maar je moet dus wel in bezit zijn van of Pokémon X, of Pokémon Y, of Pokémon Omega Ruby, of Pokémon Alpha Sapphire. Waarom kom ik elke keer klonen tegen? Oh, boy, wat leuk om je weer te zien. Ik hou van je. Kus. Oh. Dit is ook Team Geel. Team Geel heeft heel snel heel veel deze gym genomen. Yes. Misschien kan ik dan nog op tijd de Team Geel maatjes tegenkomen daar. Nou, je kunt inderdaad Team Geel daar versterken ook gelijk. Ja. Versterken. Dus misschien ga ik Team Geel maatjes ontmoeten. Ah, ik ben zo blij dat ik weer een Vaporeon eventjes tegenkwam. Volgens mij kent dit spel gewoon volgens mij geen Jolteon. Ik heb wel een Embryon al ergens gezien, maar dat was wel een trainer. De Bruffen is de enige die antwoordt. En die zegt nou 6, 7, 8. Ja, je mag maar één keer meedoen, hè. Niet 3 keer. Nee, precies. Maar ja, als de Bruffen de enige is die aan het raden is... Ja, ik heb eigenlijk raden. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9. Of 10. Oh nee, getouw is onder de 10. Zeeslag. Vaporeon. Ja, dat weet ik. Ben ik heel blij om tot het hier weer zie. Maar dat wil dus zeggen dat we weer Leafeon en Vaporeon weer zo dicht bij elkaar tegenkomen. Net zoals in Johto. Ja, maar dat was in dezelfde route. Legendary... Kyogre! Die hadden we nog niet. Smikkeltje, ik wil niet heel vervelend doen, maar jij had toch het spel niet? Ik ben een bek. Nou weet ik het niet meer. Smikkeltje, jij had het spel toch niet? Nee, hij had Articuno al, geloof ik. Oh, ik ben zo terug, ik word even gebeld. Spannend, dankjewel voor de details. Nee, maar nou zit ik te twijfelen. Volgens mij had Smikkeltje het spel niet. Nou, weer een Kyogre, wat leuk. Ja, daar ben ik weer. Oké. Ach, foutief nummer. Nee, het was iets wat, ja, niet boeiend was. Oké. Okay. Dan heb je de 10 en daarna zei ik met een 1, dus 101. Nou, ik ga hem gewoon geven, want eigenlijk het antwoord was 4, maar ik geef hem aan de Bruffen. Bruffen, ik ga je zo'n code geven, dus geef me even een seconde. Houd het in de gaten. Moet ik even kijken, wat was Moltres ook alweer? Oh ja, dat was die. De Bruffen gefeliciteerd, je hebt de Moltres. Ga ik je zo geven. En een Suicune. Volgens mij zijn we ondertussen echt alle legendaries tegengekomen op Mewtwo na. Oh nee, Mewtwo zijn we volgens mij ook al ergens. Nee, Mewtwo zijn we ook al tegengekomen. Gloeiende kolen. Ik ga zelf eventjes op een stapel heen kijken of ik eventjes voor hem een Moltres ertussen vind. Nou, Erik is dus eventjes lekker.
Go spelen. Ja, die zie je voorlopig niet meer terug. Wat is die aan het doen? Die is even Pokemon naar Pokémon Go, die is eventjes een... Oh. Is het team aan het helpen. Een team yellow maatje. Hé, hey, zorgen, Magikarp komt. Dit is een Moltres. What Magikarp gonna do? What you gonna do when a card comes for you? Carp. Razorleaf, want dat doet Suicune lekker veel schade. En ik denk dat ik beter met Strength tegen Dustox kan gaan. Je hebt de Moltres gewonnen, de Brafan, voor Pokémon X, / Y, / Omega Ruby, / Alpha Sapphire. Ligt er aan welke game dat je hebt. Welke game heb je eigenlijk? Heb je überhaupt een van de games? Are you freaking kidding me? Wat is een Moltres, vraagt hij. Die Pokémon die we net tegenkwamen. Die vuurbird. Deze. Even kijken, dat is Articuno. Dat beest daar. Die rode. Weet hij überhaupt niet wat het is? Nou, als hij nog niet eens weet of hij een van die games heeft. Voor mij heeft hij niet eens een idee wat Moltres is. Volgens mij een... Hey, ik doe mee. Ik heb gewonnen. Ja, wat ben ik eigenlijk? Vlieg. Zucht. Bruh. Wauw. Liefjon, je poont nogal op het moment. Zo, Liefjon. You're on fire, Liefjon. Liefjon is nogal lief. Ion. Ik zal trouwens eventjes een lamp aan doen, want het begint hier wel weer een beetje donker te worden nou. Ja, Ik ben zo terug. Dat is het boodschappen. Als ik de game niet heb, geef hem dan maar aan iemand anders. Ja, maar er is niemand anders om hem aan te geven! Nee! Hij heeft zoveel codes. Iedereen heeft er nog eentje. Ik denk dat ik morgen gewoon die codes meeneem. En dan gewoon aan willekeurige andere Pokémon Go gasten zeg van... Hey, jullie spelen ook Pokémon Go. Heb je toevallig de DS game van Pokémon? Oh ja, heb je die? Kijk eens, hier heb je de code, verdorie! Welkom back, Lucella Turk. Liefjon, blijf daar wel even. Oké, goed zo, Liefjon. Liefjon, je bent geweldig. Zeep, heb je me al in X, Y of Oras gezet? Hoezo heb ik jou er al in gezet? Jij had toch die game niet? Of, nou ben ik echt helemaal van het potje af. Nou weet ik het niet meer. Dan ben ik het echt helemaal kwijt. Nee! Doe je als in de zin van friend? Nou, ja, want... Nou, oh, nee, als Pokémon, dat ik... want hij had een... giveaway, en dat was volgens mij een Articuno, en die zou ik dan een X hebben gezet of zo. Oh. Moet nog steeds doen, omdat ik heb daar weinig tijd voor gehad om het zelf een code nog toe te voegen, dus... Oh ja, voor de stream. Klopt. Ja, nee, ik weet precies welke dat het was. Want ik heb inderdaad er op een kladblokje geschreven van dat de naam Smikkeltje was. Maar ja, ik heb dat nou niet voor mijn neus staan, dus... Niet zo handige zeep! En het is nu heel stil op Skype omdat iedereen Pokémon Go nou op dit moment aan het doen is. Nee, helemaal niet. Ik ben wat anders aan het doen. Wat denk ik veel erger is dan Pokémon Go. Wat dan? Wow. Nee, dat doe je anders. Plop. Mm. Wat doe je? Ik ben Bo aan het spelen. Wat is Bo? World of Warcraft. Oh, wow. Bo. Even stond Bo. Mm. Vraag me niet waarom. Ja, waarom eigenlijk? Vertel dat eens. Nou, omdat je de B zo raar uitsprak tot het op een B leek.
Oké. Okay. Dus de B is bij mij een B. Nou, je zei echt wow. Wow. Ja, bo. 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 Nou, zie je? Duidelijk. Bo of wow. Ja, natuurlijk heb ik gewonnen. Maar krijg ik... Ik krijg een kipnugget! Nu heb ik honger. En dan moet ik tegen die gast vechten, want hij denkt bij zijn eigen van... Ah, nu ben je helemaal uitgeput. En nou is er geen enkele mogelijkheid dat jij kan winnen van mij. Dude, serieus, je hebt het tegen een... Master of Eevees. Bij wie stijgt er de vliegtuig op? Dat is bij onze Mumee. Ja, gewoon een stomme vraag. Ik weet het wel. Oh boy, ik ben geen fan van psychies. Dit kan problematisch zijn. Livion, je hebt het de hele tijd zo goed gedaan. Kijk, critical hit, dat dacht ik al. Livion is echt ondertussen een beetje onze main geworden van deze serie. En Frostwater wil Ice Fang leren. Hij is nog altijd beter als Ice Shard. En daar ben ik weer. Welkom terug. Okay. Heb je een meegeclaimd? Nou, er was daar heel veel een situatie gaande waar ik me zo voor schaamde. Dat ik dacht van, weet je wat, ik vertrek hier. Oh, laten we dat dan ook maar niet in de livestream over praten. Hoor het dadelijk wel. Ja. Yeah. Als het echt zo sneu is. Nou, het waren in principe gewoon Pokémon Go spelers die een beetje zielig zaten te doen. Die zaten echt ruzie te maken? Volgens mij zat Team Geel en Team Blauw naar elkaar. Nou, ik weet niet welke van de twee welke team was, maar... Stond een groot groepie en er waren twee wat oudere jongens. En die jongeren die waren heel zielig aan het schreeuwen. Ja, ik weet niet. Ja, laat maar zitten. Ik had geen zin om mijn auto uit te stappen om de gym ook nog te versterken of wat dan ook. Nee. Wij snappen je punt. Ja, inderdaad. Dus dat voor is inderdaad iedereen die de stream zit te kijken, doe dat alsjeblieft. Nee, hou het leuk gewoon. Ik bedoel, inderdaad, je mag competitief zijn, maar ik ga niet kinderachtig lopen doen van... nou ja, het is nog niet eens kinderachtig, het is gewoon dom. Objection? Ja. Je haalt de lol van het spel er zelf niet uit. Voor jezelf. Because we don't care. Als namelijk mensen echt zoiets doen, dan zijn het al voor mensen die het gelijk negeren, laat ik het zo zeggen. Blijkbaar heb ik iets gemist, maar niet. Ja, dat doe je zo wel. Ja. Let's drop the subject. Onderwerp. Ander onderwerp. Stoutland! Nee, niks! Evoluties, waar zijn ze? Ik bedoel, we zijn alweer een extra Leafeon tegengekomen en een extra Vaporeon, maar wij willen Jolteon of Umbreon of Espeon. Maar het mag niet. Geef me iets. En mam! Stop nou eens met bellen! Zij gaat mee. Vind het niet leuk dat je me de hele tijd belt? Ik ben bezig, verdorie! Oh ja, wacht eventjes. Missy, die komt er alleen maar op het moment dat je bij die powerplant bent geweest. En jij wil Pokémon zien, zodat we stenen kunnen krijgen. Welke Pokémon vraag je ook weer in het begin? Even kijken, Pokémon dat het... Oh ja, hij wil eerst een Lickitung. Nou, die zijn we ook nog niet tegengekomen. Wil ik ook niet tegenkomen. Ga weg met je Lickitung. We gaan hier gewoon vissen. En hopelijk tot we hier dus de eerste Pokémon die we tegenkomen... In het water zit een Jolteon. Hoop ik. Dat zou best wel ironisch zijn. Dat is in één keer in een Eevee. Dit is onmogelijk! Ik kan geen slak maar in het water zitten! Maar wel een Jolteon. Ja, Jolteon kan zwemmen. Nou, Slugma ook. Nee, dat kan hij niet. Dat wordt dan gelijk een stuk steen. Want Slugma is namelijk een lopende slak van lava. Magma, iets. Nee, Slugma, die heeft zo'n flinke hitte, dat water verdampt meteen. Maar dan zou er geen water meer in dat plasje zitten. Ja. Nee, daarom. Maar er zit nog steeds water in. Ook niet. Want er zit nog steeds water in, dus dat klopt niet, jouw theorie daar.
Het is een illegale slukpa. Je bent zelf illegaal. Misschien is het wel een slukpa. Badum. Nou, ik heb nog één route waar we zeker kunnen kijken van hoe en wat. En dan kunnen we naar de power plant toe gaan. Maar dat is de enige route waarvan ik denk dat we dus nog hopelijk een evolutie kunnen tegenkomen. De evoluties die we nog tegen kunnen komen, dat zijn de drie die ik net opnoemde. Umbreon, Espeon of Jolteon. En natuurlijk Eevee zelf. Oh ja, die Eevee zelf, ja. Nou, het punt is volgens mij... Heb ik een steen of... Volgens mij had ik een Thunderstone, maar dat weet ik niet zeker. Ja, die heb ik. En hoe weet jij dat dan zo zeker, jongetje? Oh, trouwens, route 9. Dit is de legendarische Twitch Plays Pokémon route. Magische krachten daardoor weet ik. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar toen Twitch Plays Pokémon zo'n enorme hype was... dan heb je in de oorspronkelijke Pokémon namelijk één grote richel. En die heeft maar één opening. En als je daar naar beneden springt, moet je weer helemaal teruglopen. Voordat je weer terug naar boven kan en het weer opnieuw kan gaan proberen. En dat ging niet zo soepel bij Twitch Plays Pokémon. Ze hebben op de meest simpele stukjes af en toe heel lang ook zelfs blijven. Nou, ik weet heel goed nog dat route 9, dat was echt dé route waar iedereen problemen mee had. Daar hebben ze zo lang vastgezeten. Plus een huis waar ze heel lange tijd vast hebben gezeten omdat een NPC zat te blokkeren. Gewoon... Liefion, jij blijft gewoon eventjes alles sweepen. Jij bent onze sweeper. Je zit in de chat. Maar alles veranderde toen Robin erover begon. Ja, nu gaat er ineens een stortlading aan spam komen. Nou, daar zitten we ook niet op te wachten. Ja, bedankt Robin! En dan krijg je weer dat vliegtuig. Ja. Moet ik even de deur openzetten, dan hoor je ze beter. Ja! Doe maar. Anne. Hij doet het echt. Kom maar. Doe je vliegtuig loproep. Oké, wat mensen maakten wel niet zo denken. Sinds wanneer heeft dat ons ooit gestoord? Wauw. Dan moet je echt morgen doen als je een mensen kan gevonden. Is goed. Oh, waarom heb je dat nou gezegd, Leroy? This is an outrage! Nou, eerst moet er komen. Kom ik dan met mijn vishendel. Of met mijn netje. Ja, dat is ook waar. Snel, maak een foto. Nee. Wauw, Liefion, die critical hit gaat lekker. Wauw. Doet hij goed. Nou, Frostwater die zit in Luxray. Ja, daar is Liefion eigenlijk heel erg goed tegen. Weer op Leroy. Er komt een vliegtuig. Hoor je nu goed? Ik hoor hem. Ja. Ik hoor het begin. Ja. Maar het is een kleintje volgens mij. Ik wou zeggen, want ik hoor het niet zo heel duidelijk hoor. Dus zie je gekrompen dan? Nee, dat het wel mijn deur niet open staat. Nou, okay. Zijn vliegtuigje is gekrompen. Oh boy. Liefion. Liefion don't. Go Luxray. Liefion. Oh damn. Oké, okay, even notitie maken voor mezelf vanmorgen tegen Leroy. Notitie hier te Leroy, DDS, morgen... Kill him! Must destroy Leroy! Object! 3DS, morgen thuis laten. Punt. Ja, nou, alsof je hem meeneemt of thuis laat, het is weinig verschil. Liezen doe je toch wel. Alsof dat Blob mij kan verslaan, mijn Pokémon team die ken jij ook niet verslaan. Als jij een beetpad, ga ik zorgen dat ze het verkeerde aanvallen doen.
Ja, ik leid hem af. Sla jij zijn controller, zijn handen. Ja, goed. Sinds wanneer heb je een controller in je handen? Ik weet niet waar het over gaat, dus daarom zeg ik maar gewoon controller. Ja, maar een 3DS is toch een controller? Nee. Oké, 3DS is slash je 3DS. Maar ik heb een 3DS niet bij me, ik heb gewoon Flareon bij me. En die is zo fluffy! Dan moet u zelf en mijn water meenemen. Nou, ik weet zeker, dan heb je een emmer water en dan zie je die kop van Fluffy. Of, ja, ik noem hem gewoon Fluffy. Dan zie je hem gewoon de kop van Fluffy. En dan heb je echt zoiets van, ah! Oh! En dan echt ben je echt zo van, oh, wat is die schattig? En dan uit in confusion gooi je die emmer water over je eigen hoofd heen. Oh, Fluffy, jong. Oh, Fluffy, jong! Ja, waarom hebben we Firepower niet Fluffy, jong genoemd? Waarom, chat? Waarom? Maar toen nog niet wisten dat het Fluffy was. Flareon is altijd Fluffy geweest! Ja, maar toen had je nog nooit gemanchen. Dat is wel waar! Hoe het is rustiger voordat we gaan doen. Rustig? Oh god, Leroy begint weer met een paniekaanval. Leroy! Nee, nee. Gaat het? Leroy! Ik ben hartstikke rustig, hoe gaat het met jou? Leroy! Stuitermoment! Stuiter! Oh, hebben we het over stuiteren? Stuiter! We gaan naar links! Ik ben positief, wel positief. Jongens, ademhalen. Dan heb ik jullie nog steeds de shiny Pokémon niet laten zien. Don't worry, in deze aflevering komen ze echt. Want dit is de laatste aflevering die ik vandaag ook opneem, dus... Dus ja, de shinies komen. Flareon komt ook nog één keer in beeld. Maak je daar geen zorgen over. Yay! Maar eerst gaan we even kijken welke random Pokémon we hier kunnen vinden in dit plukje gras. Yay! Een plukje gras? Vind je gras? Nou, dit is een Diglett. Een Diglett. En die heeft Arena Trap, dus die moeten we kicken op het moment dat we die tegenkomen, want anders kunnen we hier niet weg. Wat heb je pech? Ik haat Arena Trap. Arena Trap is zo'n onzin. Steven, laat je Fluffy zien! Morgen. Enough. Ik wil Fluffy om zien. Fluffy om! Nou, bij een conventie moet er echt heel voorzichtig mee zijn tot niemand hem overpakt. En... Ach, kijk nou, het is een Akultent! Voor de mensen die niet weten, Tentacool in Pokémon Stadium heet Akultent. Ja. Beste nickname ooit. Akultent. Nickname? Dat was dus... Ja, dat was een nickname voor Tentacool, Akultent. Hey, dat is Akultent. Bij Pokémon Stadium hadden ze gewoon echt tot ze dus de lettergrepen gewoon door elkaar husselden. Dus Flareon heette dus in één keer Ian Flare. Dat was dan de nickname voor een Flareon. Dus Tentacool, die heette Akultent. Ja, dat past wel. Zo vervelend, die gastjes die zo... Die hebben nu zo... OM goodness! Het is geen Magikarp, maar het is het dichtste wat we tot nu toe bij Game Magikarp tegenkomen. Een Freebase. Ja, Freebase. Nee, het is geen Feebas, want Feebas zijn we ook al tegengekomen. Ja, en nee, het is ook geen Milotic. Tuurlijk een Gyarados. Yup. Een illegale Gyarados op level 13. Mumee, moeten we die vangen? Die moet je vangen. Jongens, hashtag 1. Ember! It's not very effective, het is geen super effective. Oké, goed zo. Ik neem even weinig nut, want niemand heeft Pokémon X, Y, Omega, Ruby, Alpha, Sapphire, dus... Ah. Doe maar gewoon een leuke naam verzinnen, gewoon voor de Justin Shits and Giggles. Gyarados. Gyarados. Gyarados! It's a Gyarados! Oh. Je had hem bijna. Eigenlijk best wel ironisch dat dit dicht bij Mount Moon is.
Dan bedenk ik me eigenlijk dat dit echt heel dicht bij Mount Moon is. Erik? Ja? Dit is heel erg dicht bij Mount Moon. Looking for your scary dust? It's close to Mount Moon. It's spooky and a lit in there, I hope you find it soon. Nou, blijkbaar is de Cerulean City al voorbij. Inderdaad. Ja, ik zat er echt zo in één keer aan te denken, maar wacht eventjes. Na Mount Moon kom je bij Cerulean City, en vanuit Cerulean City kom je bij de Power Plant. Dat is de route waar dat we nu op zitten. Yep. En daar komen Gyarados tegen. En hij wil niet gevangen worden trouwens. Volgens mij is hij ook heel hard eruit geplucht na de achtervolging met The Batman. Gyarados, no, don't eat that, no. Gyarados, put that down. We need him alive. No, don't eat that. Gyarados, I really have to lay off the Magikarp. You can't eat a Gyarados. Moet jij eens opletten. Hij heeft zich ondertussen al 26 keer zelf geconfused. Masterball. Masterball? Nee. Die gebruik ik voor Magikarp. Nee. Die gebruik ik voor Eevee of Jolteon of Umbreon. Nee, Eevee. Nee, Magikarp. Nou, we hebben Gyarados gevangen, dus kom maar op. Hashtag, name, spatie, de naam die je wil inzenden. YouTube zoals altijd, ik knip even vooruit. Splash. Ik vind Blob zijn naam eigenlijk nou ook wel goed. Raar visje. Die is ook wel goed, ja. Nee, ik heb ook Evolve nu mee. Oké. Okay. Robin is nu wel heel erg stil. En Evolve Mumei past net. Wat is er veranderd aan? Mufolk. Robin, wat ben je stil? Het lijkt wel alsof dat je gemute bent. Oké, nou we kijken nog heel eventjes af een random account zodat we hier nog tegen kunnen komen. Misschien komen we hier nog wel een Eevee tegen of een Magikarp. Mewolf. Maar we zijn in ieder geval iets van de Magikarp familie al tegengekomen. Heeft lang genoeg geduurd. Oké, we zijn hier weer een nieuwe Pokémon tegengekomen. Dat is een hele rare sprite voor een Munchlax, moet ik zeggen. Nee, weer een Munchlax. Nou, hij heeft wel goede zelfdiscipline om zichzelf te straffen. Ja. 500 seconden. Het is meer. 600 van. Ja, het is 10 minuten. Oh mijn god, een Manaphy! Wannabe iPhone. Ik wil geen Manaphy. Nee, lijkt te veel op die iPhone. Ik ga naar het Pokémon Center, ik wil Leafeon geregenerate hebben. En bij het Pokémon Center, ja jongens, ik denk dat ik daar de livestream ook... dat we de volgende keer naar de Power Plant toe gaan. En hopelijk daar weer een nieuwe... We zijn wel twee evoluties weer tegengekomen. En don't worry, de plushies die komen. Eerst eventjes healen en daarna komen de plushies. Maar we zijn in ieder geval dus wel weer een Leafeon tegengekomen en een Vaporeon. Dus en niet te vergeten, volgens mij zijn we ook nog een... Flareon tegengekomen van de trainer, dus toch iets. Jij bent een gekke man. Ik weet het, ik ben heel erg gek. Ik ben nooit eigenlijk serieus geweest. Ik bedoel, ja, altijd leuk. Maar goed. Beste kijkers, ik ga nog heel eventjes de shiny plushies erbij halen. En met dat laten wij het bij deze randomizer. Dus. Jongens, ik zie jullie balkje. Praten jullie nog eens? Want ik... Ja hoor. Oké, okay, nee, jullie leven, jullie zijn in... Karp? Nou, van de evoluties die ik dus heb gehaald, heb ik dus twee shinies, zoals ik jullie al had gezegd. Leafeon gaat heel eventjes aan de kant. Voorzichtig. Ik heb namelijk een shiny Eevee en Vaporeon, zoals ik al zei. Met heel veel fantasie... is deze shiny...
Gebruik heel veel fantasie, zei wat ik al zei. Nee, kijk. Hier hebben we de shiny. No. Oh. Ja, jullie hebben zoiets van wait for it. Wait for it, hij wordt mooier, hij wordt mooier. Hij wordt nog mooier. Dus ja, Eevee is shiny Eevee. En dan als final een shiny Vaporeon. Nou, ook zo'n lief gezichtje. Dus ja. Dat zijn de shiny Eeveeluties. Zoals ik al zei, en dan heb ik hier natuurlijk ook nog een Glaceon en een Espeon zo groot. Umbreon, die kennen jullie al. Nou, ik zal die twee dan ook nog wel eventjes erbij pakken. En waarom ook niet? Espeon heeft op dit moment ook de zoetbel om. Hier heb ik Glaceon. Glaceon, daar is de camera. Goed zo. No, cute. No. Hoor je dat nou, Glaceon? En ondertussen hebben we dan hier nog eens een keer de Espeon erbij met de zoetbel. Dat zijn een klein beetje te snel. Er staat toch echt wel... Ah, oh, cute. No. De... Like a cutie putie 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 putie. In ieder geval, beste YouTubers. Ik dank jullie voor het kijken naar deze livestream. Hebben jullie een leukste momenten? Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Wil je bij een livestream aanwezig zijn? De link van de Twitch-account staat in de beschrijving. Kun je op klikken, kun je dan op follow drukken. En dan zul je dus up-to-date zijn. Als je notificaties tenminste aan hebt staan wanneer dat we live gaan. Want dan krijg je namelijk een mailtje daarvan. Met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken. Tot de volgende video.